Geleen is barbecue-stad. Voor de tweede keer vinden daar op Hemelvaartsdag de Limburgse barbecue-kampioenschappen plaats. Rai Simoen, culinair journalist, zit in de jury, net als vorig jaar. Rai, wat gebeurt daar eigenlijk? Nou, een grote happening als het goed weer is. En als er voldoende mensen zijn, maar als het net zo'n mooi bezet veld is van deelnemers, het weer speelt mee, ja, dan wordt het een fantastisch festijn. Vorig jaar was dat in ieder geval wel, was de eerste keer, dan moesten ze zich nog, zoals het heet, zetten. Nou zijn er meer deelnemers, en, dus de verwachting is dat het weer dat het succes van volgend jaar wel overtroffen kan worden. Vorig jaar hadden we redelijk goed weer, we hadden een goede organisatie. Er waren deelnemers uit heel Limburg, ook uit heel het land. Dus dat was een verrassing dat het van de eerste keer zo goed liep. Nou is de organisatie meer op punt gezet. Ik denk dat het nog beter zal gaan lopen. Er was dan ook een grote barbecue-markt. Er was een barbecue-markt, ja. Enerzijds had je dan aan de ene kant van de markt had je dan de barbecue-wedstrijd. Tegenover het oude gemeentehuis had je dan een barbecue-markt, waar dan de wereldkampioen barbecue Jordi Althuizen met zijn team uitgerukt was om daar demonstraties te geven en uiteraard ook zijn boeken te verkopen, want dat is een grote winkel wat Jordi meeneemt. Is barbecue, zit het in de lift, is het populair? Ik denk dat barbecue is altijd wel natuurlijk populair geweest, maar er is steeds beter apparatuur gekomen. Het is verfijnder geworden. De green eggs en de zwarte eggs. Nee, het is niet meer zoveel, weet dat, smid spelen met vlees. Het is allemaal geperfectioneerder. Je hebt mooie apparaten, kamado's, je hebt green eggs. Nou, dat maakt het allemaal ook een stuk gezonder, dat je geen zwarte randen op je vlees hebt, maar dat je het mooi egaal gegaard krijgt. Er zijn vier categorieën, dus de deelnemers moeten aan vier testen deelnemen. En daar is het, de eerste drie zijn met een vast ingrediënt, dus dat kan zijn kip, rundvlees, groente of vis. En de laatste wedstrijd, de laatste item is dan de chef's choice. Dus dan mag elke chef zijn signature dish, dus zijn specialiteit, presenteren. Het komt dus niet alleen aan op gaarheid, maar ook op presentatie van het gerecht. En het zijn niet de grote lappen die het winnen, maar het zijn ook de fijne, exquise hapjes die er gepresenteerd worden. Dat maakt het allemaal natuurlijk een stuk leuker. Oh, jij neemt ook nog een sterrenkok mee als jurylid, hè? Ja, een oud sterrenkok doen we nog mee. Een grand old chef van Limburg, Sjaak Segers. Ja. Inmiddels al 85 jaar oud, dus die... Dan hebben we, je zit in de jury van de terraswedstrijden, de Limburgse terraswedstrijden. Hoe zit Sittard, Geleen, Born, Elslo, Stijn, Beek in de terrassen? Hebben we veel mooie terrassen hier? Ja, het wemelt hier van de goede terrassen. Ik bedoel, helaas zijn die allemaal van de goede terrassen zijn door de selectie heen gekomen. Er zijn 100 terrassen zijn er zowat geselecteerd, hebben zich opgegeven of zijn geselecteerd. En daarvan zijn er 15 uitgekomen, waarvan een aantal hier uit deze regio. En daar ga je proeven de komende week? Daar gaan we proeven, ja. De komende week, als het weer mooi blijft, dan is het een stuk leuker werken dan met een paraplu op het terras zitten. Dan schrijf jij regelmatig mooie culinaire verhalen over de westelijke wijnstreek in Mijn Gezet. Hoe komt het dat wij hier geen Michelinster hebben in deze regio? Ik denk dat je moet eerst aan Michelin vragen. Want dat blijft natuurlijk een mistig verhaal, wat Michelin, hoe die zijn sterren toedeelt en aan wie wel en wie niet. Maar je moet natuurlijk ook als restaurant de ambitie hebben om een ster te willen halen. En er zijn een aantal restaurants geweest in deze regio die die ambitie uitgesproken hebben. Die ook geprobeerd hebben om te halen, zoals Sylvester's. Ja. Die had een Bib Gourmand en die wilde die sprong maken naar een ster. Nou, dat bleek financieel moeilijk te zijn, ja. En ook qua klandizie. Maar er zijn ook een heleboel andere restaurants, hele goede restaurants, die zeggen, nou, wij hebben een goede klantkring en wij hoeven die sprong niet te maken. Pak de smaak in Geleen. Je hebt Baptiste van Angelique Biemans, dat zijn, die hebben een prachtige klantenkring, maar Angelique Biemans zegt, ja, ik hoef die ster niet. Nee. Ik doe het voor de waardering van mijn klant. En alles opzij schuiven voor de ster, hoef ik niet.
We kunnen net zo goed gezellig gaan barbecuen, Hemelvaartsdag in Geleen. Dat kun je ook doen. Mooi weer en goede schotels. Dus laten we dat maar gaan doen. En goede jury ook, ja. Dankjewel. Oké. Okay.